Schrijft u Bandung of schrijft u Bandung? Heeft u het over Jakarta of toch maar over Batavia? En wat moet u met woorden als Indonesiër, inlander, inheems? Mijn advies is eenvoudig. Volg de tijd waarin uw verhaal zich afspeelt. Schrijft u over Indië, dan gebruikt u de woorden die destijds gangbaar waren. Over Indonesië, hetzelfde. Maar hierbij komt een extra advies. Schrijf in uw inleiding op waarom u de termen gebruikt die u gebruikt. Want dan heeft de lezer overzicht en weet wat wat is. En dan ontstaat er ook een mooie eenheid in uw verhaal. En dat is altijd fijn om te lezen. Kijk voor meer tips en inspiratie op indischeschrijfschool.nl.